Iedereen heeft het erover. Date Jade nu echt met een Nederlandse voetballer na haar laatste break-up met Gio? We hebben dagenlang TikToks, Instagram stories en juice channels doorgespit om jou het antwoord te geven. We hebben zelfs beelden die zouden moeten bewijzen dat Jade het gezellig zou hebben met een voetballer. Blijf kijken om te zien. Gio en Jade maakten een paar weken geleden bekend definitief uit elkaar te gaan. Na een lange tijd proberen en veel ups en downs, lieten ze dan uiteindelijk via een Instagram post en YouTube video weten aan hun fans dat het echt over is tussen hun. Meteen daarna barstte de geruchtenmolen los en gingen mensen massaal speculeren wat er precies gebeurd zou zijn en met wie Gio en Jade nu dan zouden daten. En het duurde niet lang voordat daar duidelijkheid over kwam. Op Juice-kanaal Life of Yvonne kwam namelijk een mega grote scoop naar buiten. Het verhaal zoals Gio en Jade naar buiten hadden gebracht zou namelijk gelogen zijn. Jade zou het volgens het Juice-kanaal namelijk hebben uitgemaakt met Gio. De reden daarvoor zou zijn geweest dat Gio al vaker zou zijn vreemd gegaan. Gio zou een week daarvoor namelijk na een wilde avond in een nachtclub samen met zijn beste vriend Alex een meisje naar huis hebben gebracht. Dat meisje was niemand minder dan bekende influencer MD Emma. Thuis zouden Gio, Alex en MD Emma het heel gezellig hebben gehad. Gio zou dat daarna hebben opgebiecht aan Jade, die het daarna meteen heeft uitgemaakt met hem. Maar Jade zou zelf ook meteen door zijn gegaan naar andere jongens. Volgens verschillende bronnen zou het niet lang hebben geduurd voordat Jade vol in het vrijgezellenleven is gestapt. Er wordt flink gespeculeerd met wie Jade het op dit moment gezellig zou hebben. En volgens veel mensen zou dat best eens met een Nederlandse eredivisie voetballer kunnen zijn. Die geruchten komen niet uit de lucht vallen, maar komen eigenlijk van Gio zelf. Gio heeft namelijk tijdens de vorige breuk van hem en Jade verteld dat Jade behoorlijk wat aandacht kreeg van voetballers in haar Instagram DM. Jade had er allemaal wanhopige voetballers in de DM. Ja, echt? Echt, jongen. Welke clubs? PSV. Dat ik echt niet van bro. Eerlijk, hoe zijn ze zo wanhopig? Even ja, ik weet niet. De dag dat de break-up ook online komt, ga je dat gelijk DM'en. Maar dat kan... denk je ook niet, gewoon niet na of zo. Dan weet je toch ook, daar heb je totaal geen empathie. Dit fragment ging viraal op TikTok. En in de comments onder de video proberen mensen erachter te komen welke voetballer dit zou zijn. Iemand in de comments speculeert, sowieso PSV. Iemand anders is het daarmee eens en plaatst een comment met, sowieso Vertessen. Doelend op de PSV-speler Jorbe Vertessen. Ook radio-dj Daniel Lippens mengt zich in de discussie. Hij liet zich op Twitch opvallend direct uit over Jade en voetballers. Ik heb specifiek dit stukje gekozen omdat daarin zegt Jade... ik kon Gio niet de liefde geven die hij verdient. Met andere woorden, zij heeft het uitgemaakt. En dan wil ik toch eventjes gewoon wel even gezegd hebben wat ik echt denk. En dat is dat zij binnen een week onder een voetballer ligt... En dat hij gewoon echt heel sad is. Want ja, het is toch 6 jaar grooming down the drain. Maar daar stoppen de geruchten niet. Want niet lang hierna werd Jade bij een voetbalwedstrijd gespot. Op zondag 17 september was ze namelijk aanwezig bij de eredivisiewedstrijd tussen AZ en Sparta Rotterdam. In het thuisvak zag ze daar AZ met 2-0 winnen. Jade was samen met haar zus Nura en hun vader Jorgen aanwezig in het AFAS stadion. En daar plaatsten ze een foto van die sommige mensen zagen als bewijs dat Jade met een van de spelers van AZ of Sparta Rotterdam zou daten. Het barstte meteen weer los online en iemand vroeg ook aan roddel-influencer Yvonne Koldewijer wat er waar was van het gerucht. Die liet het volgende weten. Jade is lekker haar vrijgezelle leventje aan het vieren. Ik heb het idee dat ze ergens gekwetst om is en nu wil bewijzen aan de buitenwereld hoe goed het met haar gaat. Een foto die hierna rondging op het internet lijkt dat ook te bewijzen. Ze is namelijk lekker feestend bij een festival gezien, waar ze onder andere met Lil Kleine en Ronnie Flex op de foto ging. Hoewel sommige mensen het dus zeker lijken te weten dat Jade met een voetballer gaat, is nog niks 100% duidelijk of bevestigd. We weten wel dat de geruchten hier niet gaan stoppen, dus abonneer om van deze situatie op de hoogte te blijven.